is de laatste video van de videoreeks Informatieveiligheid. In deze video vat ik samen wat je in de vorige video's hebt geleerd. En ik geef je enkele actiepunten mee. De hoofdpunten die je mee kunt nemen uit de verschillende video's. Wat je sowieso moet doen en waar je eenvoudig mee kan beginnen, is te zorgen dat informatieveiligheid onderdeel is van je bestuurs- en beleidscyclus. Neem het op in je jaarlijkse controlecyclus, je Plan, Do, Check, Act-cyclus, via het Information Security Management System. Jij als bestuurder stuurt de organisatie en haar activiteiten aan. Minimaal één persoon is verantwoordelijk voor de beveiliging van gezondheidsinformatie binnen je organisatie. Voor informatieveiligheid in de praktijk is het belangrijk om een veilig en gebruiksvriendelijk systeem te hebben, waarbij nagedacht is over de functionele mogelijkheden. Er wordt bewust omgegaan met risico's en er is nagedacht over passende beheersmaatregelen per risico. Betrek je medewerkers, zorg voor kennis en bewustzijn en houd deze up-to-date. Het monitoren van digitale veiligheid kun je zelf doen of overlaten aan een bedrijf. Wat is goed om te weten nu je deze informatie hebt? Zorg dat je nagedacht hebt over wat je gaat doen als er iets is gebeurd en dat je een communicatieplan hebt. Tot slot noem ik vier vragen die je jezelf na deze videoworkshops kunt stellen. Want hoe voorbereid is jouw organisatie? Is het antwoord op de volgende vraag nee? Bedenk dan welke actie je kunt ondernemen. 1. Heb je een persoon, bij voorkeur een team, aangewezen die verantwoordelijk is voor je informatiebeveiliging? 2. Staat informatiebeveiliging als vast punt op jullie bestuurlijke agenda? 3. Wat is jouw belangrijkste data? Ofwel, welke informatie en systemen zijn voor jouw organisatie cruciaal? En weet jij of die veilig staan? 4. Ben jij in controle op deze informatie of deze systemen? Oftewel, is er een risicoanalyse uitgevoerd? Zijn er maatregelen getroffen en word je hierover geïnformeerd? Mijn naam is Martina Bartelink en ik hoop dat je na het zien van deze videoreeks aan de slag kunt met informatieveiligheid. Heb je beleid? Wie gaat erover? Hoe gaan jullie samenwerken? Succes!